rustig, ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg en moeder zei dat ik niet in de scheur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. Zij wist ook niet waar Flappy aan kon hangen. Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was in dat vieze schuurtje, moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens om het gras. Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan, zoals ik dat elke avond deed. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan, alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961, bijna Flappy zo.